De mensen in het binnenland staan ook voor enorme uitdagingen als het aankomt op de partiële lockdown. De activiteiten in de dorpen kunnen niet normaal voortgang vinden. Dit zei de algemene directeur van de medische zending, Herman Jinti, gisteren tijdens de reguliere persconferentie van de overheid. Volgens hem hebben de mensen in de dorpen desondanks begrip voor de maatregelen. De medische zending levert volgens Jinti ook een goede bijdrage aan het geheel. Maar wij als gezondheidszorgdiensten, wij blijven de mensen attenderen erop dat het niet is om iemand te duperen of om een groep te duperen, maar het is om de gezondheid van de individuele persoon, maar ook van de gemeenschap. En dat vergt heel veel moeite, tijd, maar het gaat. De mensen beseffen het, zeker het traditioneel gezag. Die is samen met ons. Zij doen hun best om met gebruik van allerlei methodes de mensen te overtuigen dat dit moet. U moet zich voorstellen dat zaken zoals overlijden en dat soort, ze blijven niet wachten omdat er een lockdown is. Mensen gaan dood, mensen worden geboren, mensen worden ziek in die gemeenschappen. Dus het is een enorme uitdaging om continu bezig te zijn. Maar het traditioneel gezag is daar met ons. De onderdirecteur van het directoraat Nationale Veiligheid, Gwendoline Babel, gaf aan dat mensen in het binnenland zich tot in zekere mate vrij kunnen bewegen tussen de dorpen. Volgens haar helpt het traditioneel gezag heel goed daarbij, zodat alles ordelijk verloopt. Laat me het weer zeggen, de Marowijne, de Lawa en de Marowini rivier, daar heb je een total lockdown. Tapaliba dat in omachtig. Maar op de Tapanahoni rivier mag je wel. En daar hebben we een aantal dorpen, dus daar mag je wel vrij bewegen. Maar als je vanuit de Tapanahoni naar Lawa wil gaan, dan heb je wel een probleem. Want Lawa tapu, dat is nomadi. Dus wanneer bewoners willen verplaatsen van dorp A naar dorp B, dan is het een traditioneel gezag daar ter plekke die toestemming daartoe geeft. Daarom hebben zij dus ook gedeelde bevoegdheden gehad. Vanuit de president via het managementteam, die man, die kies een stempel, die kies een formulier voorbedrukt, ze moeten het alleen maar invullen. Alleen maar dat we kunnen volgen hoe men zich bewogen heeft tussen de gebieden. Begrijpt u? Dus dat in taal zo, dat je nog mag bewegen, tot nu toe heeft de president dat nog niet verklaard. Dus je mag bewegen, maar natuurlijk is het beperkt en voor bepaalde gebieden heb je toestemming nodig. Gwendoline Babel, onderdirecteur van het directoraat Nationale Veiligheid. Zij sprak gisteren tijdens de reguliere persconferentie van de overheid rond de COVID-19-crisis. De dorpen in het binnenland hebben ondanks de uitdagingen begrip voor de lockdown-maatregelen.